Waarom is de voer er niet uitgehaald? Waar niks om mankeerde. Waarom staat die gasmeter daar? Dat is helemaal geen gasmeter. Dat is geen gasmeter van Nieuwen. Ze hebben alle vloeren eruit gehaald. Na ruim 3 maanden ziet Johanna voor het eerst haar woning terug. Ze moest eruit toen er munitie, vuurwerk, chemicaliën en delen van wapens gevonden werden. Het zorgde voor een storm in de buurt. Het pand werd volledig ontruimd en buren moesten hun huis uit in verband met ontploffingsgevaar. Na de rigoureuze ontruiming van haar woning is het huis van Johanna een puinhoop. De vloeren zijn eruit en alles is weg. Vanmorgen mocht ze dus voor de eerste keer weer even kijken. Zelf is ze te geëmotioneerd om voor onze camera haar verhaal te willen doen. Maar ze is vast van plan het huis op te knappen en er weer te gaan wonen. In de buurt wordt daarop met gemengde gevoelens gereageerd. Sommige mensen vinden dat ze gewoon in haar woning terecht moet kunnen. En anderen vinden het geen prettig idee dat de vrouwelijke Rambo weer terugkomt in de buurt. In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten. Er is een afspraak met een sociaal pensioen dat mevrouw Krul daar terecht kan. Mocht zij voor overlast zorgen, dan zal de gemeente de gebruikelijke weg bewandelen. De politie kan optreden, gemeente kan bestuursrechtelijk optreden door bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen. Volgens Johanna, die zichzelf beschouwt als wapendeskundige, is het gevaar van haar verzameling zwaar overdreven. Deskundigen dachten daar anders over en ook de rechter zal het niet makkelijk opnemen. Iedereen moet zich aan de wet houden en mijn cliënt ook natuurlijk. Dus als er een discussie is over dit valt er wel onder en dat niet, ja, dat blijft nou een juridische discussie. Wat is nou strafbaar geweest, wat zij in huis had en wat niet? Nee. Wapens en bommen mag je gewoon niet in huis hebben, toch? Nee, maar goed, onderdelen, oud schroot en staal. Ja, er is natuurlijk een discussie of ze nou in de duinen liggen of iemands woning. Ja, dat wordt een hele discussiepunt, ja. Staat daar een gevangenisstraf op? Uiteraard, verboden wapenbezit, et cetera. Daar staan gevangenisstraffen op, boetes ook. Het is maar net hoe je het in gaat schatten. De zaak tegen Johanna Krul wordt het komend voorjaar inhoudelijk behandeld. Nou, de voormalige Sovjet-Unie is hier niks bij.